Ja, Hendrik Olsing, trainer Emmen. Ja, uiteindelijk 3-2 nederlaag. Eerste helft, wat was er met jullie aan de hand? We verwachten een heel gretig Emmen. Zagen het niet? Nee, dat klopt. Want de conclusie, we wisten dat we het heel moeilijk kregen hier. En de eerste helft hebben ze voor gewaarschuwd dat Ogeveen een hele goede ploeg is. Die mee gaat doen onder prijzen. Dus we hebben gekozen om wat in te gaan zakken. Nou, dat viel niet goed uit, want Ogeveen was eerder meester de eerste helft. Met name op het middenveld. Het is een cliché natuurlijk, maar ja, die vrije trap valt natuurlijk op het verkeerde moment dan. Ja, ja, je hoopt kijk tegen Ogeveen dat je de slamboot in de wedstrijd blijft. En dan valt zo'n goal, een vrije bal. Ja, dan weet je dat je dat gewoon heel moeilijk krijgt. Met name de eerste 25 minuten, ja, ik denk dat wij één cornerbal hebben gehad. En verder was Ogeveen wat de klok sloeg. Ga je in de rust, ben je al heel snel op het veld twee jongens in te brengen. Was er gedacht op dat moment? Ja, we wilden graag wat meer balans op het middenveld. Want onze middenvelders waren totaal geen grip op het middenveld. En we wilden graag wat meer grip op het middenveld krijgen. Nou, dat gebeurde ook. Toen Nico die wissel plaatste, toen kregen we wat meer grip op het middenveld. En toen gingen we ook vandaag gingen we beter voetballen. Alleen je moet wel tot de conclusie komen dat wij vandaag iets te licht zijn bevonden voor Ogeveen. Je noemde net die wissel van Nico. Ja, daar was jij blij mee dus? Nou ja, kijk, daar zit natuurlijk gedacht achter. Ik ben nergens blij mee. Kijk, als je verliest ben je nergens blij mee. Maar je moet gewoon concluderen dat iedere speler die bij Ogeveen invalt, die heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ja, de beste speler wat ik vond was Reinders. Ja, daar hadden we enorm veel moeite mee. Ja, toen die eraf ging, ja, dan kreeg ik wel wat meer grip op de wedstrijd. Ja, en van daaruit konden wij ook stiekem een goaltje meepikken. En dan heb je nog 10 minuten voor de gelijkmaker. En ja, krijg je nog 2-3 corners te nemen, maar echt gevaarlijk word je niet meer, hè? Nee, vandaag zijn we gewoon te licht bevonden. Ogeveen was op alle vlakken gewoon de betere spelende ploeg. Is wel de eerste helft of tweede helft. Oké, de laatste 20 minuten speel je wat opportunistisch vooruit. Ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Daar valt die goal en dan valt die tweede goal. Ja, dan weet je wel misschien met een beetje geluk dat je dan de 3-3 hebt. Maar dat zal niet eerlijk zijn, want Ogeveen was eremeester in dit duel. Hoe bevalt het hoofdklasse avontuur tot nu toe? Ja, hoe bevalt het? Je moet eerlijk zijn. Kijk, het is allemaal nieuw voor ons. We zijn echt een amateurclub. Jongens die vanuit de jeugd met elkaar samenspelen. Ja, en dan weet je, eerste klasse kun je wedstrijd makkelijker winnen. En in de hoofdklasse weet je, dat is wat tactisch. Nou ja, daar hebben sommige jongens wat moeite mee. Wat moet ik doen met balbezit? Wat moet ik doen met balverlies? Moet ik doordekken wel of niet? Ja, daar hebben ze wat moeite mee. Maar het bevalt goed. Maar we weten wel dat we dit seizoen heel erg moeilijk gaan krijgen in de hoofdklasse. Want ploegen als Ogeveen, HBS, dat zijn ploegen die zijn kwalitatief gewoon beter als wij. En wij moeten hopen dat we 3 onder ons krijgen. En van daaruit zorgen dat we de degradatie ontlopen.